Het is 1 uur. Dit is het journaal met Goedele Wachters. Goedemiddag. Heel wat mooie vakantieplannen. Worden danig in de war gestuurd nu Buitenlandse Zaken gisteravond de coronareisadviezen aangepast heeft. In Zweden zijn er te veel coronagevallen om veilig te zijn nu. Het is daarom een rode bestemming geworden. Verboden om er naartoe te reizen dus. En landgenoten die al in Zweden zijn momenteel, die maken plannen om zo snel als kan terug te keren. Al begrijpen sommigen niet zo goed waarom de rode kleur opeens voor heel Zweden geldt. We hebben vandaag gehoord dat hier code rood is, of gans Zweden code rood. Dat betekent dat we misschien beter naar huis gaan, omdat het hier niet zo heel veilig is. We hadden beslist om naar Zweden te komen, omdat we dachten dat het hier heel veilig was. We kunnen hier vrij kamperen. We zijn ook kampeerders. We zijn hier met de twee kinderen. Wij gaan allemaal samen dus zo snel mogelijk in quarantaine gaan thuis. Om dan hopelijk de kinderen nog op scoutskamp te kunnen laten sturen. Wij hadden een kanovakantie geboekt. Wij zouden normaal volgende week vrijdag vertrekken naar Zweden voor 9 dagen. Het gebied waar wij naartoe gaan is een natuurgebied waar weinig COVID-besmettingen zijn. En dus is het eigenlijk ergens een beetje onterecht dat heel Zweden een rode kleur krijgt, terwijl Spanje wel onderverdeeld wordt in rode gebieden. En daarop wacht eigenlijk de reisorganisatie om de trip te laten doorgaan of niet. Zij hopen op een herziening. Maar wij verwachten eigenlijk geen goed nieuws meer. En wij denken dat de trip helaas niet meer zal kunnen doorgaan zoals bij zoveel anderen. Ja, Zweden is rood, maar er zijn gisteravond ook een hele reeks oranje gebieden bijgekomen. De reisbureaus krijgen vooral over die oranje bestemmingen heel veel vragen van ongeruste klanten. Want kan je naar zo'n oranje gebied nog vertrekken? Is er een regeling tot terugbetaling als oranje plots rood zou worden? Dat soort vragen dus. De reisbureaus zetten alles op alles om antwoorden te vinden. Je kan niet een andere datum kiezen, of niet? Nee. Momenteel niet. Veel vragen en omboekingen vanmorgen in het reisbureau. U gaat van ons eigenlijk een voucher ontvangen ten behoeve van het bedrag dat u betaald heeft. En de nieuwe lijst met landen zorgt ook bij klanten van het reisbureau voor verwarring. Vooral landen met code oranje. Ja, omdat eigenlijk een oranje zone staat niet direct gelijk met negatief reisadvies. Dus op dit moment gaan wij de reizen naar die bestemmingen nog laten doorgaan. Er zijn een aantal mensen die ons contacteren van wat betekent dat nu zo'n code oranje, gaat alles nog wel normaal verlopen? En dus ja, ons antwoord daarop is eigenlijk heel eenvoudig. Ja, zo'n code oranje, daar is geen enkel acuut geval dat plots is gemeld. Daar is geen verhoogde risico rond COVID. Alleen moet je daar wel wat extra waakzaam zijn. Maar dat moet je uiteindelijk overal zijn, ook in je eigen straat. Dus eigenlijk wat ons betreft verandert er voor die code oranje niet zoveel. Maar bij de reizigers dus wat ongerustheid. Is een land code rood, dan annuleert het reisbureau. Bij code oranje gaat de reis door en kan de klant zelf kiezen of hij of zij op reis gaat. Maar hoe zit het dan met de terugbetaling? Code rood betekent negatief reisadvies, verboden om te reizen en krijgt de reiziger zijn kosten, zijn betaalde reisgelden terugbetaald. Maar bij oranje kan de reiziger altijd zelf beslissen om zelf zijn reis te wijzigen of te annuleren. Maar in dat geval gelden dan de annuleringskosten volgens het contract die hij heeft afgesloten met zijn reisorganisatie. En we zijn deze morgen ook eens gaan kijken op de luchthaven in Zaventem. Het was daar opnieuw heel kalm. En de mensen die we spraken, die waren allemaal op weg naar een groene zone. Maar toch waren ze er niet allemaal even gerust in. Ik ga naar Funchal op reis, maar de schrik is helemaal niet aanwezig eigenlijk. Nee. Heeft u schrik? Een beetje wel, ja. Een beetje. Alhoewel dat Madeira wel tamelijk veilig is. Het is een eiland en dat is een groene zone wel momenteel. Dus. Nous partons en grijs. Pour une semaine, on avait envie de partir. On s'est dit, bon, tant pis, on risque, on part. Ça peut changer d'un pays à l'autre. Ça change à chaque moment, ça change. Que vous alliez en France, vous alliez en Italie, n'importe où. Les zones passent vertes, oranges, rouges. On ne sait plus où on en est, quoi. Ja, mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. We halen Mark van Ranster nog een keer bij, viroloog. Wees welkom. Er is veel chaos, hè, bij mensen die willen vertrekken of mensen die al op reis zijn.
Dit moet, die kleurencodes, die moeten vermijden dat we het virus terug zouden importeren. Maar zit de balans goed naar uw gevoel? Het is natuurlijk altijd moeilijk. Dit was ook een beetje voorspeld dat deze vakantie moeilijk ging zijn. Daarom dat we ook een beetje hebben opgeroepen om vooral in eigen land of in de buurt te blijven. Dit gaat een moeilijke periode zijn. Niet alleen landen erop zetten is een moeilijke beslissing. Maar pas op een duur gaan er ook landen af moeten van die lijst. Dat is ook moeilijk om te beslissen het exacte juiste moment om dat te doen. Dus dit gaat een zomer worden waar regelmatig over deze lijsten zal gepraat worden. Ja, een kleurrijke zomer zullen we het noemen. Ik ga er dadelijk onze nieuwe cijfers bij halen. Maar misschien eerst eens in het algemeen. Hoe doen wij het eigenlijk op dit moment ten opzichte van andere landen rondom ons in Europa? Want je kan natuurlijk als goede burger beslissen, ik blijf met al mijn gezond verstand thuis. Maar hier kunnen we ook nog naar code rood gaan natuurlijk. Dat is absoluut niet uitgesloten dat zulke beslissingen ook zouden kunnen genomen worden. Laat ons hopen van niet. En ik denk dat we met z'n allen daar moeten aan werken om zulke scenario's geen bewaarheid te laten worden. Maar op dit moment zitten we goed? Op dit moment zitten we redelijk goed. Maar we blijven toch met die hoge cijfers zitten van nieuwe infecties elke dag. Enfin, hoog, relatief hoog. Zullen we eens kijken hoe hoog? Absoluut. Misschien halen we ze eerst even bij. Het aantal nieuwe besmettingen in ons land blijft inderdaad licht stijgen. Twee weken geleden raakten per dag nog gemiddeld 88 mensen besmet met het coronavirus. De voorbije week waren dat er 90. Over ziekenhuisopnames en overlijdens krijgen we op maandag geen cijfers. Die kunnen we dus niet meegeven. Maar het is, meneer Van Ranst, een lichte stijging. Moeten we ons dan wel zware zorgen maken? Ja. Het probleem is dat we in slaap kunnen gewicht worden met die lichte stijgingen elke keer. En het is niet ondenkbaar dat we terug boven de 100 zullen gaan volgende week. Dan wordt dat oncomfortabel. Want wat wij nu doen, is gemiddelde geven van gemiddelde een hele week. Van de voorbije 7 dagen. En we weten dat recent die cijfers dat die toch boven de 100 gaan. Per dag genomen dan. Per dag. Maar dat zie je natuurlijk nog niet in dat weekgemiddelde. Wanneer dat aanhoudt, de volgende dagen, dan gaan we weekgemiddelde hebben die ook naar de 100 of boven de 100 zullen gaan. En dat is dan wel iets om ons zorgen over te maken. Wel, die geleidelijke stijging is iets wat je liever niet ziet. Ja, zo'n epidemie, dat zijn wij allemaal. Dus we moeten ons gedrag daar allemaal wat aan aanpassen. Ja, want in de ziekenhuizen blijft het voorlopig wel heel rustig. Dat klopt. Dat is voor een deel te verklaren door een vertraging tussen mensen die ziek worden en in het ziekenhuis terechtkomen. Mm-hmm. Daar gaat wat tijd over. Die stijging hoeft er ook niet te zijn, omdat we vaak nieuwe infecties zien bij wat jongere mensen die minder vaak in het ziekenhuis terechtkomen. Dus hopelijk blijven die ziekenhuiscijfers ordentelijk. Ja, u zegt hopelijk. De verplichting om mondmaskers te dragen, kan die misschien het tij mee helpen keren? Elke maatregel helpt een beetje om het tij te keren. Dus evengoed is dat afstand houden, evengoed is dat handhygiëne. Al die dingen samen maken, dat kan lukken. Eén maatregel daaruit gaan nemen en dan zeggen van dit is nu zalig maken. Nee, zo werkt dat niet. Een typisch en-verhaal. Ja. Overmorgen is er weer een Nationale Veiligheidsraad. Ook weer iets om naar uit te kijken. Er wordt gesproken van versoepeling qua maatregelen op vlak van evenementen. Ja. Is dat wel het juiste moment dan nu? Wel, dat is aan de regering om uiteindelijk dat te beslissen. Wel een sector die nog heel weinig perspectief heeft gekregen vergeleken met andere sectoren. Dus wanneer er daar dingen kunnen gebeuren op een veilige manier, dan moeten we dat kunnen doen. Wanneer het niet veilig is, dan uiteraard niet. Ja, en is er in tegendeel misschien niet een en ander wat nog teruggeschroefd moet worden? Het zou een moeilijke beslissing zijn op dit moment. Maar die dingen worden wel voorbereid van wat te doen, lokaal eventueel, wanneer er een verhoogd aantal besmettingen is. Oké, meer nieuws daarover overmorgen ongetwijfeld. Dank u wel voor nu, voor al uw uitleg alweer, meneer Van Ranst. En dat het niet altijd simpel is om de herwonnen vrijheden te combineren met de afstandsregels, dat bleek gisteren nog eens in Puurs. Daar vond een klein festivaletje plaats. De organisatoren kondigden het op sociale media aan als het eerste dance-event post-corona in België met toestemming van de gemeente. Zo zag het er gisteren namiddag uit in Puurs. Dansende mensen dicht bij elkaar zonder mondmasker. Voor alle duidelijkheid, de organisatoren hadden de nodige vergunningen gekregen van de gemeente Puurs.
Wij hebben toestemming gegeven omdat dus, het code groen was op de eventmatrix. Maar ik moet nu eerlijk toegeven dat na de uitvoering en na dus de praktijk te zien dat dit een negatieve evaluatie is. En ik roep dan ook de eventsector op om echt goed na te denken als men een toelating krijgt, dat men zich ook houdt aan die social distancing regels. Niet alle 375 aanwezigen gingen in de fout. Sommigen bleven aan hun tafel in hun bubbel. Wel kan de vraag gesteld worden waarom de politie niet ingreep en het dance-event liet stilleggen. Dus dat is een inschatting die dan gemaakt is. Hè. Dus dat de veiligheidsdiensten hebben gezegd, ja kijk, het loopt toch naar zijn einde toe. We gaan misschien nog meer commotie en meer drukte veroorzaken dan gewenst. En dus we laten het rustig uitdoven. Gelukkig werden de gegevens van de aanwezigen genoteerd, zodat er contact tracing mogelijk is. Maar misschien komt er ook nog vervolging voor het overtreden van de coronaregels. En de organisator die kan alvast een gepland event in augustus vergeten. De organisatoren die vinden dat ze de social distancing niet moeten naleven, die hebben geen plaats in onze gemeente. Tegen donderdag wil Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert een oplossing vinden voor de abortusdiscussie. Die dag stemt het parlement normaal over het voorstel om abortus tot 18 weken zwangerschap toe te staan. Veel liberalen zijn daarvoor te vinden, maar CD&V en ook N-VA zijn tegen. Voor N-VA is het zelfs een breekpunt in de gesprekken over een nieuwe regering. Als partijen op de groene knop duwen voor een wet die ik echt schandelijk vind, dat het zeer moeilijk is om met diezelfde partij de volgende dag te doen alsof er niks gebeurd is. Dat is eigenlijk onmogelijk. Deze forse waarschuwing aan het adres van de liberalen van N-VA-voorzitter De Wever op de Vlaamse feestdag vindt Open VLD-voorzitter Lachaert onbegrijpelijk. Er wordt de afgelopen week constructief gewerkt tussen 6 partijen aan een basistekst die intussen een mini-regeerakkoord aan het worden is in 2 talen. Een heel degelijke tekst. Dat zijn geen gemakkelijke discussies, maar op dat moment die skutraket afvoeren begrijp ik eerlijk gezegd niet goed. Volgens Lachaert, die samen met MR-voorzitter Boucher en CD&V-voorzitter Koens een regering probeert te maken met N-VA, is een compromis over de abortuskwestie nog mogelijk. Er is ook bij liberalen bereidheid om over dat dossier te praten, over dat wetsvoorstel, over de voorwaarden. Er zijn ook amendementen van CD&V bijvoorbeeld, waarvan ik weet dat veel sympathie in onze fractie bestaat om die mee te stemmen. Dat gaat dan over de strafbaarheid van artsen bij een abortus. De stemming donderdag nog eens uitstellen willen de liberalen niet. Bij ons in de fractie en bij de MR zijn er mensen die tegen dat voorstel zijn en ook tegen zullen stemmen. Het is daardoor onvoorspelbaar of de soepelere abortuswet er wel komt. Intussen liggen de formatiegesprekken nog enkele dagen stil. Zodat je tegen het einde van de week toch weet, is het een basis om effectief een onderhandeling te starten. Dus tegen het einde van de week hoopt u die 6 partijen rond 1 tafel te krijgen als abortus weg is? Maar we zouden toch duidelijkheid moeten krijgen van iedereen of men effectief dit een kans wil geven. We begeven ons op glad ijs straks, de letterlijke variant. Want in Hasselt is in volle zomer de ijsbaan opengegaan. Maar wacht toch nog even om die schaatsen boven te halen, want alleen atleten mogen erop. Straks gaan we eens kijken. Eerst gaan we naar Polen. De zittende president mag blijven zitten na de presidentsverkiezingen van gisteren. Al wint hij maar heel nipt. De conservatief en nationalist Andrzej Duda blijft de president van Polen dus. Nu bijna alle stemmen geteld zijn, is zijn score 51,21%. Dat is net iets meer dan de 48,79% van de progressieve en pro-Europese burgemeester van Warschau, Rafał Trzaskowski. Hij heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven. De peilingen lieten al uitschijnen dat het spannend zou worden. De exit polls gisteravond bevestigden dat. Wygrywa Andrzej Duda 50,4% głosów. Iets meer dan 50% voor Duda, iets minder dan de helft voor Trzaskowski. Dat was toch genoeg voor de aanhangers van Duda om al een feestje in te zetten. Andrzej Duda! En Duda zelf die greep het moment om de zege op te eisen. Proszę Państwa, wygrać wybory prezydenckie przy 70% frekwencji to jest niebywała wiadomość. Jestem ogromnie wzruszony. Dziękuję z całego serca wszystkim moim rodakom. Dziękuję. Maar ook Duda's uitdager Rafał Trzaskowski en zijn aanhangers geloofden nog in de overwinning. Państwo, słuchajcie, mówiliśmy o tym, że będzie blisko.
jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! En zo ging Polen de nacht in zonder duidelijke uitslag, terwijl de stembiljetten verder werden geteld. Vanmorgen dan bracht de Nationale Verkiezingscommissie uitsluitsel. Duda is wel degelijk de winnaar. Pan Andrzej Sebastian Duda, 10.413.094 głosy. To jest 51,21%. Duda kan zichzelf opvolgen, maar de verkiezingen hebben opnieuw in de verf gezet hoe verdeeld Polen is. En het is voorlopig nog wachten op een reactie van de verliezer van de stembuslag, Trzaskowski. De 160.000 mensen in Catalonië, in Spanje, die gisteren te horen kregen dat ze binnen moeten blijven, mogen nu toch weer naar buiten. Een rechter heeft beslist dat de Catalaanse overheid niet bevoegd is en dat de maatregel niet in verhouding staat tot de ernst van de nieuwe coronacijfers. 10 dagen geleden werd het grootste deel van het district Segrià in de Catalaanse provincie Lleida in quarantaine geplaatst door de Catalaanse overheid. Gisteren kregen 160.000 mensen in die regio dan ook nog het bevel om hun huis niet te verlaten. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw Catalaans decreet om de thuisquarantaine toch te kunnen opleggen. En Zuid-Afrika voert opnieuw strengere maatregelen in om te voorkomen dat het coronavirus zich weer volop verspreidt. Er geldt opnieuw een avondklok. Alcohol verkopen is ook weer verboden. En niemand mag nog naar buiten zonder mondmasker. Het aantal nieuwe besmettingen in Zuid-Afrika stijgt sterk. Het zijn er nu meer dan 10.000 per dag. Zuid-Afrika was al veruit het zwaarst getroffen land op het Afrikaanse continent, met 276.000 besmettingen tot nu toe en ook al 4.000 doden. But now, the surge in infections that we had been advised by our medical experts would come, has now arrived. The storm is upon us. More than a quarter of a million South Africans have been infected with coronavirus, and we know that many more infections have gone undetected. In Rome, de hoofdstad van Italië, hebben feestvierders zich het voorbije weekend weinig aangetrokken van de coronacrisis. Het viel op dat voor velen de afstandsregels en andere veiligheidsmaatregelen niet echt van tel waren. De politie hield controles in de uitgaansbuurten van de stad en schreef 300 boetes uit. In de marinebasis van San Diego aan de Amerikaanse westkust staat een oorlogsschip in brand na een explosie gisterochtend. Zeker 21 mensen zijn gewond geraakt. Niemand is er erg aan toe. Er waren 160 mensen aan boord. De brandweer zegt dat de brand nog dagen kan duren. En China heeft nog altijd te kampen met grote wateroverlast. Voor de zuidelijke provincie Jiangxi geldt het hoogste overstromingsalarm. 5 miljoen inwoners zijn er getroffen. Over heel China zijn al zeker 121 mensen overleden of vermist. En dan afscheid van een icoon. In Londen is oud-VRT-correspondent Roger Simons overleden. Hij was 93. Zijn carrière als correspondent duurde maar liefst 41 jaar. We kennen hem vooral van de radio, met zijn typische stemgeluid en manier van praten. En af en toe werkte Simons ook voor televisie. Sommige Britten schijnen het bezit van een heuse leeuw als een soort prestigezaak te beschouwen. Het staat goed een leeuw in huis te hebben. Tijdens het draaien van de reportage had de leeuw plots ook te veel belangstelling voor de reporter. Stay still. Roger Simons ronde zoals zo vaak af met een kwinkslag. Een leeuw heeft 2 tot 3 jaar nodig om te volgroeien. Dan breekt de tijd aan dat hij voorbijgangers begint te lusten. Ik ga Shane echter niet de kans geven om dit voor het oog van de camera te demonstreren en maak me tijdig uit de voeten. Roger Simons, BRT, Londen. Roger Simons bracht vooral politiek nieuws uit Londen op de radio. Hij bleef zich altijd Belg voelen en hij was behoorlijk kritisch voor de Britse politieke wereld. Hun politieke zeden en gewoonten acht hij zeker niet beter dan de Belgische. Er zijn veel dingen in de Britse politiek die ook een mens doen grinniken en doen lachen. En zeggen wat een flauwe kul en wat een belachelijke situatie. En dus eigenlijk moeten we ons niet zo erg schamen.
Het is in andere landen al niet veel beter. Straks hebben we het over Samson en zijn nieuwe baasje. Hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op. Marie Verhulst neemt de fakkel over van haar vader Gert. We gaan straks eens kijken of het klikt tussen die twee. Maar eerst voetbal, hè, met goed nieuws, geloof ik, voor Manchester City, dacht ik. Ja, inderdaad. Zij zijn naar het hoogste rechtsorgaan in de sport getrokken, het TAS, het Internationaal Sporttribunaal. En ze hebben daar een gigantische slag binnengehaald. City wordt de komende 2 jaar dan toch niet uitgesloten van de Champions League. Opluchting bij Kevin De Bruyne en Co. En City had die straf van UEFA, de Europese Voetbalbond, gekregen omdat de club de regels van de financiële fair play had overtreden. Maar kijk, de meeste feiten zijn niet bewezen of al verjaard. City krijgt enkel een boete omdat ze niet goed hebben meegewerkt aan het onderzoek. De kogel is door de kerk. Manchester City heeft dan toch geen Europese schorsing aan zijn broek. Dat heeft het TAS, het sporttribunaal in Lausanne, vanmorgen zo beslist. In februari had de UEFA de ploeg van Kevin De Bruyne voor 2 jaar uitgesloten van alle Europese competities. En daarbovenop nog eens een boete van 30 miljoen euro opgelegd. En dat voor het overtreden van de financial fair play regels en het niet willen meewerken aan het onderzoek daarnaar. Maar het TAS geeft de UEFA nu grotendeels ongelijk en besliste het volgende. Manchester City heeft artikel 56 van de financial fair play regels overtreden. Manchester City moet een boete van 10 miljoen euro betalen aan UEFA binnen de 30 dagen na deze uitspraak. City wordt vrijgesproken van het proberen verstoppen van onrechtmatige financiering door de eigenaars in Abu Dhabi. Ook al omdat de UEFA een aantal van zijn eigen verjaringstermijnen heeft overtreden. City wordt wel gestraft voor hun manco aan medewerking bij het initiële onderzoek en krijgt daarvoor dus een boete van 10 miljoen euro, een derde van de oorspronkelijke boete. Voor de UEFA, voor wie de financial fair play regels uitermate belangrijk zijn om het Europese voetbal eerlijk te houden, is deze uitspraak een zware slag. Manchester City mag dan wel geen kampioen geworden zijn in de Premier League. Dit is ongetwijfeld hun grootste zege van het seizoen. En veel belangrijker dan welke trofee ook. Bert Serks. Goedemiddag. Eerste vraag die spontaan in de hoofden van voetbaljournalisten aller landen opspringt is... Ja, wat betekent die nu eigenlijk voor dat hele systeem van de financiële fair play? Mogen we dat begraven? Is het een klap voor UEFA? Het is sowieso een klap. Hè. De vraag rijst inderdaad opnieuw wat dat nu eigenlijk waard is. Het is een systeem van zelfregulering van de UEFA dat sowieso vrij mild is voor de miljardenclubs, omdat ze die niet te veel tegen de borst willen stoten. En als er dan toch een keer een veroordeling komt door de Europese Voetbalbond, zoals nu, wordt die dus ongedaan gemaakt door een onafhankelijk beroepsorgaan, omdat sommige inbreuken niet voldoende bewezen zijn, omdat andere gedateerd zijn, ouder dan de verjaringstermijn van de UEFA zelf. Dat waren ze dus even vergeten. Dus ja, die financial fair play gelooft weer voor een stuk aan geloofwaardigheid. Maar het is toch vooral de UEFA zelf die amateuristisch is overgekomen en op die manier ook zijn eigen gezag heeft ondermijnd. Op deze manier kunnen de achterpoortjes blijven bestaan. Ja, zo lijkt het op zijn minst, Bert. Ik heb het al kort even vermeld. Ja, opluchting natuurlijk aan de andere kant bij Kevin De Bruyne en Co en de rest van zijn ploegmaat. Ja, deze beslissing heeft ook directe gevolgen voor zijn toekomst, voor de toekomst van Kevin De Bruyne. Ja, zeker. De inkomsten en de uitstraling van de Champions League, in het geval van Manchester City, zijn niet alleen belangrijk voor de club, maar voor de spelers zeker ook. Kevin De Bruyne heeft er nooit een geheim van gemaakt. Hij is gelukkig bij Manchester City, waar hij de vaste aanvoerder kan worden. Hij heeft er uitstraling, hij wordt er graag gezien. En zijn gezin is ook gelukkig in Engeland. Dus als hij al aan vertrekken dacht, dan zal dat nu wellicht helemaal van de baan zijn. En hetzelfde kan je zeggen van andere toppers bij Man City, zoals Raheem Sterling, en ook over de trainer Pep Guardiola. Het is zonder meer de grootste overwinning van Manchester City dit seizoen. Aster, de titel die moesten ze onlangs aan Liverpool laten. Maar het leidt geen twijfel dat er vandaag in Manchester een paar serieuze flessen champagne gaan ontkurkt worden. Ja, dat is zo. En de Champions League winnen, dat zou nog de grootste droom zijn natuurlijk. Dat kan nog in augustus. Dankjewel, Bert Sterks. In Spanje moet het deze week gebeuren voor Real Madrid. Ze staan op amper 3 wedstrijden van de eerste titel in 3 jaar. Donderdagavond kan het al prijs zijn, maar dan moet Real vanavond wel gaan winnen in Granada. Dat is de nummer 10 in La Liga en zou dus in principe geen probleem mogen vormen. Hazard, Courtois en Co. hebben dan na vanavond na een overwinning 4 punten voorsprong op Barcelona. Donderdag tegen Villarreal of desnoods zondag bij Leganés kan het dan prijs zijn. Je hoort het is de week van het jaar.
Es la última semana, tres partidos. Yo creo que es seguramente la más difícil porque es el final de temporada, pero también la más importante para nosotros. Yo creo que cada equipo se juegan cosas y nosotros lo que queremos mañana es hacer otra vez un buen partido. Als je in de toekomst naar de koers gaat kijken, dan zal je verplicht zijn om een mondmasker te dragen. Dat heeft Cycling Vlaanderen besloten tijdens het afgelopen koersweekend. De sociale afstand bewaren was de regel aan de start- en aankomstzone, maar Cycling Vlaanderen merkte dat de supporters in al hun enthousiasme vaak te dicht op elkaar gingen staan. En dus voelde de federatie zich genoodzaakt om in te grijpen. Voor sporters en hun begeleiders en ouders was het dragen van de mondmasker aan de start- en aankomstzone al verplicht. Nu zal dat ook voor fans het geval zijn. Wij willen de koers veilig houden en we hebben vastgesteld dat het enthousiasme van supporters, van ouders, bijzonder groot is. Dus die social distancing is een probleem. Dus hebben we gezegd van oké, iedereen een mondmasker, dan is die discussie weg. Dus iedereen draagt nu een mondmasker waar social distance niet kan gerespecteerd worden. Dus wij vragen nu met veel aandrang van draag het mondmasker. En hou het veilig. Schaatsen in de zomer, het is voor u en ik niet meteen de eerste activiteit waar je bij dit weer aan denkt. Maar voor onze professionele schaatsers is het een andere zaak natuurlijk. Zij willen fit blijven, de conditie onderhouden, zeker na de voorbije maanden van quarantaine. Ijsbaan De Schaverdijn in Hasselt opent daarom de hele zomer lang zijn deuren. Enkel voor atleten en clubs, wel te verstaan. Drukte in een ijshal in het midden van de zomer, het is weer eens wat anders. Vandaag trainen de shorttrekkers en kunstschaatsers. Zo'n zomerpiste, daar was duidelijk nood aan en het kan rendabel. We hebben uitgerekend dat wij voor de 9 weken zomerijs die we zullen hebben liggen ongeveer een energiefactuur van een 40.000 euro zullen krijgen. En dat is uiteraard op voorhand goed becijferd met de clubs, gedeeld door het aantal uren dat zal gebruikt worden. En zo kom je op een break-even en eigenlijk zelfs door het succes van ons zomerijs op een winstgevend totaalplaatje. Iedereen tevreden dus, zeker ook Luna Hendricks, onze beste kunstschaatster. Ik train ook altijd in het buitenland in de zomer. Ook vanwege de moeilijke ijstijden en de weinig ijstijden eigenlijk. Dus ja, ik ben super blij dat we hier kunnen trainen. Hendricks miste in januari het EK door een blessure en toen het weer beter ging, kwam corona. Intussen nam zijn broer Jorik onder de arm als coach. Strek, duw. Dat is superleuk. We hebben een keigoede band samen. En ik weet ook gewoon dat hij heel veel ervaring heeft en ja, ik kan alles gewoon heel goed overbrengen. De zomerpiste in Hasselt is een experiment. Dit jaar zijn enkel topsporters en clubs welkom. Volgend jaar, als alles goed is, ook het grote publiek. Zou het iets voor jou zijn, schaatsen in de zomer? Volgend jaar? In de zomer? Ik denk zo wel aan het klimaat. Dat is toch wel moeilijk. Ja. Maar goed, dankjewel, Aster. Ik was wel zo'n heel klein beetje zwaluwachtig zo. Ja, zenuwachtig. Ja. Je bent wel een beetje zenuwachtig. Ja. Maar we hebben er vooral heel veel zin in, hè? Mooi, ja. Heel veel. Maar dat is wel heel leuk zo. Ja, zwaluwachtig dus. Samson is terug, dat mag duidelijk zijn. Met zijn verhaspelde woorden en met een nieuw baasje. Samson en Marie hebben gisteren voor het eerst samen opgetreden voor publiek. Dat had eigenlijk in april al moeten gebeuren, maar ja, toen kwam corona roet in het hondeneten gooien. Hey, ik ben jouw nieuwe baasje. Jij de bloem en ik het vaasje. Nooit meer alleen, ik wist meteen, jij bent nu mijn nummer één. Samson en Marie, voor het eerst alleen samen op het podium voor publiek. 200 man is dat, elk in zijn eigen bubbel. En de mama en de papa met mondmasker. Maar de coronasetting heeft ook voordelen. Samson en Marie. We hebben veel geoefend. Ja. We hebben heel veel geoefend, hè, Samson. En ik denk dat de mensen het ook wel leuk vinden. Je hebt eigenlijk veel meer plekken en ruimte dan normaal. De kinderen konden goed dansen en meedoen. We vinden het op zich aangenamer als ze op elkaar gepakt in de tribune. Dus dat is leuk. Het mondmasker, ja, dat is iets dat je er moet bijnemen. Dat is iets minder. Als we wat valse zingen, gaan ze het nu niet horen. Hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op. En waar is de limonade? Op, op, alles is op.
Door de lockdown neemt Gert maar officieel afscheid als baasje van Samson eind dit jaar in de afscheidsshows. Maar Marie heeft toch al haar plekje veroverd. Wat vind je niet erg, hè? Nee. Ik ben alleen blij dat Marie erbij is. Was Gert misschien een beetje saai? Oh, maar nee. Dat mogen we niet zeggen, hè? Nee, die is helemaal niet saai, want die is lief en zo. Maar jij bent gekker, hè? Ja, we hebben nu al zoveel samen gedaan. We zijn ook samen een reeks voor Kidnet aan het draaien. Dat het eigenlijk al wel voelt alsof ik echt zijn extra baasje ben. Mooi. Samson dus. We begonnen met veel ontgoocheling, vragen en onduidelijkheden. Gevolgen allemaal van de nieuwe oranje bestemmingen die Buitenlandse Zaken heeft aangeduid. En één extra rode bestemming ook, die Zweden heet. Het is nodig, zeggen experts en politici, om corona onder controle te houden. Maar leuk is het niet als je met reiskriebels zit. Ik wens u een mooie middag in elk geval. Heel graag tot vanavond. Que vous alliez en France, vous alliez en Italie, n'importe où. Les zones passent vert, orange, rouge. We hebben vandaag gehoord dat hier code rood is, of gans Zweden code rood. Dat betekent dat we misschien beter naar huis gaan, omdat hier niet zo heel veilig is. We gaan naar Funchal op reis, maar de schrik is helemaal niet aanwezig eigenlijk. Nee. Code rood betekent negatief reisadvies, verboden om te reizen. Dus dit gaat een moeilijke periode zijn. Niet alleen landen erop zetten is een moeilijke beslissing. Maar pas op, op een duur gaan er ook landen af moeten van die lijst. Dat is ook moeilijk om te beslissen. Zo'n code oranje, daar is geen verhoogde risico rond COVID. Alleen moet je daar wel wat extra waakzaam zijn. Maar dat moet je uiteindelijk overal zijn, ook in je eigen straat. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.